De cake van de week. Alle lekkers. Een cake, dat kan ik ook nog hebben. Weer een plakje cake? Ja, doe maar. Had jij nog geen cake gehad van? Nee, nog niet. Oh nee. Ik keek er al naar uit. Ja. Maar dan moet je wel je camera wegdoen, want het is vette cake. Oei. En hij smaakt ook verrukkelijk. Heel goed. Zelf gemaakt. Zelf gekocht. Komen de Engelsen. En vanuit dit hebben de Duitsers de Engelsen beschoten. Duizenden Engelsen beschoten. En Townsend. Wat een ironie. Hè? Ja. Ja. Maar ze de andere het tegen de vijand gebruikt, ja. En de vijand heeft het zelf. Maar gebruikt. De andere ironie, en dat is nog mooier, of ja, nog dramatischer, dat de Duitsers hadden dus uranium, hè? Ja. En die hadden geen uranium. Dat je echt de dat het emotioneel al minder doet. En ik slaap s'nachts bijna niet. En in de weekend. Japanners. Japanners brachten uranium naar de Atlantische Oceaan. Hier kwamen de Duitsers vandaan. En de Japanners met uranium werd onderschept. Over dit pad. Ja, dat was een duikboer, die is niet gezond. En zo naar deuren. En de uranium, ja, dat was een paar kilo, 1,2 kilo. En terug. Daar hebben ze die atoombom. Oud en helemaal bemoord. Mooi geluid maak jij. Dat is nu we aanplant ben. Met echte herfstbrood. Het is nog van het Lupt. De pindakaas van het Lupt in het voorjaar. Ja. Oei, met oogjes erin. Dat wordt bijzonder. Ciao. Dat is de calvé van het laatste weekend op mijn brood. Calvé, calvé, we nemen nou het troep weer mee. En waar komen we uiteindelijk helemaal uit? Waar eindigen we dan weer? Bij de calvé. Oh, dus we zijn ongeveer halverwege nu dan. Ja, we zijn bij de auto. Dat is wel te hopen dat we bij de auto uitkomen. Waar zijn we begonnen? Hier bij Pali zijn we dus. Dat was, waar was het bos ook weer? Hier, hè? Zo zijn we begonnen. We gewoon in Ierland. Waar staat de auto? Een startgrootte, hier zijn we begonnen. Dit was het bos. Ja. Hier was het huis. Volgens mij hebben die ook zo'n sauzen en zo. Dit is een open veld waar we doorheen gelopen zijn. Ja. Oh, ja. En nu komen we weer bij Pols uit. Dit is een programma op tv. Ja. De bedenkers hier gedaan. En onder die huizen. Hier zijn we de verkeerd gelopen. Ja. En dan uiteindelijk gewonnen. En zijn hier, hier en nu zitten we hier. Ah, zitten we hier al, ja. En uiteindelijk. Dus, nu zijn we meer dan de helft. Nog een derde zo. Ja, ja. Want veel mensen. Ja, dit is wel mooi hier. Dan komen we in het gemengd bos. En dat is wel leuk. En nu met Bert naar het gemengde bos. We moeten nog een heel eind die kant op, hè? Mm-hmm. 350 meter, hè? Ja. De oude Geenig terug. Dat zal wel eens kunnen. Ik heb daar nog foto's van naar Nederland gebracht. Met nog een aantal kleinere voorwerpen. Ja.